In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dierbare gelovigen, het evangelie van vandaag bericht ons over een doofstomme. Dus een persoon die niet kan spreken en niet kan horen. Eigenlijk verschrikkelijk. Communicatie met zo iemand is eigenlijk nauwelijks mogelijk. En we zijn terecht blij als wij niet daarmee te doen hebben. Lichamelijk doof zijn we misschien niet, hè, toch? Tenminste niet als u naar mijn preek kunt luisteren. Maar hoe is het gesteld met ons geestelijk gehoor? Zoveel mensen vandaag zijn doof, geestelijk doof. Luister naar de mooie woorden van Paus Gregorius de Grote. Wat een luide kreten komen tot ons van de zon, de hemelen en al het geschapene. De zon zegt: God heeft mij gemaakt tot een mooi en schitterend schepsel en ik houd mij aan de wetten, de natuurwetten, die hij mij gaf, die hij mij van het begin heeft opgelegd. En gehoorzaam aan zijn loutere blik geef ik leven aan alle dingen. De hemelen verkondigen in al hun bewegingen dat zij zich aan zijn wet houden. Gij, o mens, zijt de enige die mijn wet veracht. Maar broos, klein schepsel dat gij zijt, wat kunt gij doen zonder mij? Heel de natuur getuigt van haar schepper. Allen brengen hulde aan de God van hemel en aarde. Ze sturen hem een ster bij zijn geboorte in Bethlehem. De zee huldigt hem door hem vaste weg aan te bieden voor zijn voeten, toen ons Heer over het water liep. De aarde erkent hem bevend bij zijn dood en eveneens de zon verbergt haar stralen. De stenen bewijzen hem hun eer door bij zijn laatste zucht uiteen te spatten en zelfs de graven door hun doden terug te geven. Deze domme elementen erkennen hem als God, terwijl de verstokte zondaar weigert hem te erkennen. Er is niet zo doof dan de zondaar. Niet de stenen, niet de doden of het vacuüm waaruit de schepping is voortgekomen. God sterft met een luide kreet en de joden horen hem niet. Maar de stenen splijten en doen dat wat de harten van de mensen hadden moeten doen. O mensenhart, harder dan de stenen. Tot zover het citaat van de heilige Paus. Zoveel mensen vandaag lopen verloren. Weten niet eens meer waarom zij hier zijn op aarde. En zelfs het bestaan van God is voor heel wat mensen niet meer duidelijk. Alhoewel dat, als het ware, overal in de natuur in het groot geschreven staat: G-O-D, God. Wie kan uit die geweldige orde van ons universum het bestaan van God nog ontkennen? Het waren zeker niet de grootste wetenschappers. Zij erkenden allemaal het bestaan van God. Luister wat Newton zei. He who thinks half-heartedly will not believe in God. But he who really thinks has to believe in God. Wie half nadenkt, die gelooft niet in God. Maar wie werkelijk nadenkt, moet in God geloven. Kijken we ook naar onszelf. Hoe dikwijls zijn wij wel niet doof voor de stem Gods in ons leven, voor de ingeving van de Heilige Geest. De wereld oefent zo een aantrekking op ons uit. En heel de maatschappij voert ons van God weg, doet ons niet aan God denken. We gaan op in de wereld en haar vermaken. In de wereldse drukte kunnen wij nauwelijks nog de stem van God vernemen. En jammer genoeg is voor niet weinigen de zondagspreek het enigste geestelijk voedsel doorheen de week, als ze dan al luisteren. Dat betekent dus dat de priesters een kwartier hebben per week tegenover urenlang televisie en sociale media om de mensen aan hun essentie van hun bestaan, waarom ze hier op aarde zijn, te herinneren. Welke opgave? En wat kunnen wij doen tegen deze geestelijke doofheid? Een ziekte waarvan ook wij in min of meerdere mate zijn besmet. Laat ons naar onze heiland kijken in het huidige evangelie.
Het evangelie bericht dat vooraleer ons Heer die arme stakker, die doofstomme, geneest, dat hij hem uit de menigte neemt. Ik citeer, hij, ons Heer, nam hem uit de menigte terzijde. Teruggetrokkenheid en stilte is een vereiste om God te laten werken in ons hart. In het Matthäus-evangelie zegt ons Heer, als gij bidt, sluit dan uw binnenkamer. Ga dan uw binnenkamer in, sluit de deur en bid uw Vader in het verborgene. Sluit de deur, niet alleen van uw kamer, maar ook van uw gsm. Van uw 101 bezigheden en zorgen en maak tijd voor God. En zelfs ons Heer, wiens menselijke ziel, want hij had ook echt een menselijke natuur, een menselijke ziel, op innigste wijze met zijn Godheid verenigd was, had aan die stilte en teruggetrokkenheid nood. Hij leefde 30 jaar lang in Nazareth, in stilte, in teruggetrokkenheid. Zijn openbaar leven, wat regelmatig bericht in de evangelie, dat hij tijdens de nacht op een berg trok en de nacht verbracht in gebed. In de woestijn verbleef hij 40 dagen lang in stilte en gebed. En hij bereidde zich 3 uren lang voor op zijn lijden en dood. Ik had geen tijd. Dat is dikwijls onze argumentatie wanneer we dus op bepaalde dingen niet gekomen zijn. Bijvoorbeeld de afwas doen, morgen het gebed verrichten, een afspraak maken, noem maar op. Maar eigenlijk is deze argumentatie niet heel juist, niet heel eerlijk. Natuurlijk hadden wij wel de tijd om de keuken op te ruimen of in gebed ons hart tot God te verheffen. We hebben 24 uur op een dag. En als u daar de slaaptijd van aftrekt, 16 uur, laat ons zeggen 16 uur, 7 maal in de week. De eigenlijke argumentatie zou moeten luiden, ik had andere dingen te doen. Belangrijkere dingen. En voor veel dingen mag dat ook echt juist zijn, een goede argumentatie. Maar zoiets gaan we niet tegen God zeggen. Dus zeggen we liever, ik had geen tijd. Of om onszelf te rechtvaardigen. Ik had andere dingen te doen, belangrijkere dingen. Maar omdat dat niet zo beleefd overkomt, zeggen wij gewoonlijk, ik had geen tijd. De oplossing ligt in het stellen van prioriteiten. U moet al uw ondernemingen onderscheiden naar het criterium van belangrijk of niet belangrijk, meer belangrijk, minder belangrijk. Hoeveel daarvan afhangt, toont goed het zogenaamde Pareto-principe. Dat is een principe dat voor het eerst geconstateerd werd door een Italiaanse econoom, Pareto noemt hij. En dat principe zegt dat wij met slechts 20% van onze handelingen, activiteiten, 80% slaagkans hebben. Dat is een principe dat in de marketing heel veel voorkomt. Dus met 20% van de producten of de grondstoffen krijg je 80%, heb je al 80% van je winst. Natuurlijk, je moet de juiste producten, de juiste grondstoffen hebben. Prioriteit stel, de belangrijkste nemen. Met de overige 80% van onze activiteiten verwerf je dus nog 20% slaagkans of succes. Dus op een lijst van 10 opgaven zijn er 2 die u het verste zullen brengen en die u het meeste succes opleveren. Maar u moet natuurlijk die 2 belangrijkste opgaven erkennen. En een toepassing van dit principe is, als men zegt dat wanneer een priester devoot met overgave de heilige mis gecelebreerd heeft, dat hij dan reeds 80% van zijn werk gedaan heeft, zijn dagwerk. En sommige gelovigen neigen daartoe, daarmee te lachen, alsof de priester de rest van de tijd in zijn bed zou kunnen liggen. Natuurlijk, daar gaat het niet over. Hè? Maar dit principe geldt ook voor u, dierbare. De innerlijke ontmoeting met God in het gebed neemt weliswaar maar een relatief kleine tijdspanne van heel onze dag in vergelijking met al onze andere activiteiten en bezigheden. Maar niettemin heeft dit gebed, het is die tijd maken voor God, een enorme betekenis voor onze overige activiteiten. Onze Heer leert dit principe zelf, de juiste prioriteiten te stellen. Hij zegt, zoek eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid.
wat een bijbelsynoniem is ook voor heiligheid, en al het overige zal u gegeven worden. Een radicaal woord van ons Heer. Zoek eerst het Rijk Gods en de heiligheid, de gerechtigheid, en al de rest wordt u gegeven. Maak u geen zorgen, zegt hij, met wat gij u zult kleden, wat gij zult eten, wat natuurlijk niet betekent dat wij geen plichten van staat hebben. Maar laat u daar niet door innemen, zodat u geen tijd meer vindt voor God. Laat u niet opslokken door uiterlijke activiteiten. Hoe jammer toch eerst op het sterfbed te moeten vaststellen, alleen nu heb ik zoveel jaar geleefd en eigenlijk naast de kwestie. Ja, oké, ik kan nog biechten, ik kan mij misschien nog verzoenen, maar eigenlijk heb ik misschien 70, 80 jaar min of meer zo op het randje geleefd, hè, juist gedaan wat moest. Zo een beetje naar zondagsmis, misschien nog een morgengebed, een avondgebed. Maar geen diepgang. Geen tijd. Nee, geen prioriteit. Tot een doorsnee christelijk leven behoren echt morgengebed, avondgebed, uw rozenkrans, maar ook een geestelijke lezing. En u mag dat niet zien als zo'n last. Wij moeten smaak krijgen aan het geloof. Het geloof is een geestelijke wereld. En het probleem is, wij blijven altijd bij onze zintuigen ergens hangen. We hebben geen smaak aan ons geloof. En zonder vreugde, zei reeds Aristoteles, kan niemand leven. Als u geen vreugde hebt aan uw geloof, dan houdt u dat niet vol. De moderne middelen veroorloven ons zelfs in de auto, de bus, op de trein iets geestelijks te beluisteren. Via de gsm, de USB-stick. Neem op zijn minst die kleine gelegenheden waar en bied ze God aan. Als u niet die grote momenten weet aan te bieden, geef toch de kleine gelegenheden van de dag. Als u onderweg ergens naartoe bent, je hebt niets te doen. U kunt natuurlijk naar muziek luisteren onderweg. Maar daar stelt zich natuurlijk die vraag. Hè? Waar stel ik mijn prioriteiten? In onze tijd, waar alles van God wegleidt, onze maatschappij die niets van God wil weten en waar het zo moeilijk is een christelijk leven te leiden, zou je kunnen zeggen, bestaat het christelijk leven voornamelijk daarin zelf de omstandigheden te creëren die een christelijk leven mogelijk maken. U moet die omstandigheden zelf gaan creëren. Het is moeilijker als vroeger. Dat is een feit. Nu moet u zelf omstandigheden creëren. Voor jonge mensen, een jong koppel, stelt zich die vraag, waar zal ik wonen? Als uw prioriteit is een schoon huis, ja, maar u woont wel op, ik weet niet hoeveel uur afstand van uw kerk, van uw prioriteit, van uw jeugdwerking. Dag van vandaag stellen zich veel meer vragen als vroeger. Creëer die omstandigheden die u een christelijk leven mogelijk maken. Een leven in verbondenheid met God, met ons Heer. Onze Heer nam dus die arme stakker uit de menigte terzijde om hem daarna te genezen. En dan doet hij iets eigenaardigs. Hij steekt zijn vingers in zijn oren, raakt zijn tong aan met wat speeksel en zegt, Ephata, ga open. En in dit wonder van vandaag ziet de kerk een beeld voor het heilig doopsel. In het doopsel namelijk, in de ritus van het doopsel, herhaalt de priester voor een stuk dat wat onze Heer nu doet, gedaan heeft. De priester neemt wat speeksel en raakt de oren en slaat ook de neus van de baby, van het kind aan en spreekt daarbij, Ephata, ga open. Is dit kind misschien doof? Ja. Voor het doopsel, de mens belast met de erfzonde, is doof, is met andere woorden, is incapabel bovennatuurlijk werkzaam te zijn, bovennatuurlijke handelingen te stellen. Handelingen die God, woorden die God kunnen bereiken, een hart dat God kan bereiken. Die kloof door de zonde is te groot. Bij het doopsel ontvangen we de heiligmakende genade, dat niets anders is als het goddelijke leven. Dit goddelijk leven stelt ons eerst in staat bovennatuurlijk te werken.
handelingen te stellen die God waardig zijn, die God welgevallig zijn. Eerst na het doopsel zijn we echt in staat tot God te spreken, gelijk de doofstomme na dit wonder. Eerst dan kunnen we God echt Vader noemen. Ziet, zegt heilige Johannes in zijn eerste brief, ziet hoe grote liefde de Vader ons heeft bewezen, dat wij kinderen Gods genoemd worden en het ook zijn. Nu de oren en de mond van de doofstomme geopend zijn, kan hij luisteren en spreken. En ook in het doopsel volgt op dit Effata het verzaken aan de duivel. Verzaakt gij de Satan? En de Peter antwoordt in naam van het kind, ja, ik verzaak. En aan al zijn werken, ja, ik verzaak. En aan al zijn verlokkingen, ja, ik verzaak. Eerst nu is de gedoopte mens in staat te verzaken aan alles wat hem van God wegtrekt. Vandaag willen we, dierbare gelovigen, bijzonder dankbaar zijn voor die genade van het doopsel dat wij mochten ontvangen. Op die dag dat we het goddelijk leven in onze ziel mochten ontvangen. Vandaag willen we niet enkel danken om die genade, maar ook om het met een modern woord te zeggen, die genade updaten, gelijk de software van een gsm. Het goddelijke leven is sinds die beruchte dag in ons hart, in onze zielen aanwezig. Maar door al die jaren misschien, en door het wereldse tumult, door onze zorgen, door ons opgaan in alle afleidingen, verleidingen van de wereld, is dit leven misschien in ons afgekoeld. En zijn we terug min of meer doofstom geworden. En als doofstomme gaan wij nu terug naar de mis. De genade van de heilige mis en bijzonder van de heilige communie herstellen, of kunnen op zijn minst, ze kunnen ons geestelijk hoor- en spreekvermogen herstellen. Laat ons aan deze bron van genade rijkelijk putten. Vernieuw vandaag nog eens uw doopgelofte. Mijn God, ik wil voor u leven. In u mijn geluk, in u mijn rust zoeken. Am. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Am.